In een tocht van 4 dagen zeil ik vanuit Herkingen een rondje om Walcheren en Zuid-Beveland. In dit deel 1 zeil ik van Herkingen zo naar de Oosterscheldedam. De avond voor vertrek heb ik nog wat rondgekeken in Herkingen. Ochtend in Herkingen. En daar gaan we weer. Op weg naar de Oosterschelde en de Westerschelde. En we zeilen. Op een leeg Grevelingenmeer. Op een vissen na. Je mag blijkbaar weer op de eilandjes. Als je een marifoon hebt, dan moet je hier uitluisteren op kanaal 68. Dat is het kanaal van de verkeerspost Wemeldingen. De verkeerspost die geeft net Noord 2 aan voor dit moment. Nou, hij komt gewoon uit het oosten, die wind. Ik ben hier aan het kruisen. Ja, dat is wel opletten geblazen, want het is natuurlijk een drukke vaarroute. Maar na dit schip komt er even helemaal niks aan, dus het is vrij. Ja, heel weinig wind. Het gaat dus niet hard. Maar ja, dat vind ik niet erg. Ik wil graag zeilen. De motor gaat pas aan als het echt niet anders kan. Aan stuurboord komen we langs het voormalig haventje van Vianen. Vanaf Vianen, dat vroeger Vianen heette, voer vroeger een veer naar Tholen. Het is wel super stil nu hier. Mooi hoor. Nou ja, we hebben weer een beetje vaart. Niet veel. Dat kabbelen van die golfjes, dat is een lekker geluid. Hierna moest ik een tijdje motoren. Kijk, ik ben nu weer aan het zeilen en dit is mijn boeggolf. Ik heb dus wel nog steeds een heel klein beetje wind. Want hij maakt nog wel voortgang in het water. Niet veel hoor. Nou, er staat eigenlijk geen wind. Maar doordat de zijstroom ons naar bakboord duwt, veroorzaakt dat ook een soort windeffect op de boot waar we toch een beetje van kunnen profiteren. En we hebben weer een beetje wind. Ja, je ziet het, we gaan nu stroom tegenkrijgen. Het is voorbij met de meestroom. We komen nu bij de oude veerhaven De Val, waar de veerboot naar Kat vertrok. Zo ziet het er vanaf de kant uit. Ik vaar nu hier en straks maak ik een slag waarbij ik onder de brug doorga
richting de havenmond van Zierikzee en dan naar de Roombot. En de brug, die zie je daar. We hebben stroom en wind tegen, dus ik ga zo even de motor erbij zetten. En in het midden is die hoog genoeg voor mij, want ik zag net op de pijlschaal 15,90 meter. Dit is de havenmond van Zierikzee. Ik was ook hier al eens en daar zal ik nog wat van laten zien. De wind is inmiddels aangetrokken tot 3. En daarmee kan ik de stroom vrij makkelijk doodvaren. Ik ben dus al een tijdje tegen de stroom in aan het kruisen. Nou ja. Niet ideaal, maar het gaat. Uiteindelijk moest de motor toch nog even aan. Ja, vergeet ik helemaal het aanleggen te filmen. Maar ik ben nu bij de Oosterscheldedam. En dat kun je zien, want de pijlers van de dam zie je op de achtergrond. Middels de Zaagbek. In de haven. Na aankomst heb ik nog wat rondgekeken op Neeltje Jans en de pijlerdam. Dat is de reservepijler die ze hebben laten staan. En je kunt er nu op klimmen. Dit is de bouwput van destijds. Er worden nu windmolens neergezet met deze reusachtige kraan. De wieken hebben merkwaardige zaagtanden aan de achterkant. Deze is klaar en heeft een tiphoogte van 204 meter. Als de avond valt ben ik op de pijlerdam gaan kijken. Het waait hier altijd stevig en daarom wordt hier ook het kampioenschap tegen de windfietsen gehouden. Maar ik geloof dat het de laatste keer afgelast is omdat het juist te hard waaide. Vanaf hier zie je de Zeelandbrug in de avondzon. Er staat hier heel veel stroom. En zo eindigt een prachtige dag.